Hallo, ik ben Bieke en ik ga even air quality uitleggen. Air quality is een leerrijk spel die de wereldwijde uitdagingen op vlak van kwaliteitsvol onderwijs aankaarten. Samen met de leerlingen gaan jullie op ontdekkingstocht. Gaan jullie nadenken over de belangrijkste voorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs en ook nadenken waarom het belangrijk is dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs. Zodat we samen kunnen bouwen naar een duurzame en rechtvaardige wereld. In het spel kaarten we 3 thema's aan. De essentiële voorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs, de financiering van kwaliteitsvol onderwijs en de verschillende ongelijkheden op vlak van toegang tot onderwijs. Bijvoorbeeld genderongelijkheid, maar ook andere vormen van discriminatie. Via dit informatief spel willen we jongeren sensibiliseren rond de financiering van kwaliteitsvol onderwijs. Gaan we met hen samen ook nadenken over de moeilijkheden dat jongeren hier hebben, maar ook elders, voor een gelijke toegang tot onderwijs. En gaan we nadenken hoe onderwijs bijdraagt tot een rechtvaardige en duurzame wereld. Wat praktische informatie. Het spel kan gespeeld worden in zowel ASO, TSO of BSO-klassen met 9 of 25 deelnemers. En 2 lesuren zijn nodig om het spel op een kwalitatieve manier te spelen. Elk team is verantwoordelijk voor een school. In deze school zitten 12 leerlingen. Het doel van het spel is om die 12 leerlingen zo geschoold mogelijk te maken. Met name ze door de 12 schooljaren te laten gaan. Maar niet enkel dat. Het is ook belangrijk dat ze kwaliteitsvol onderwijs krijgen. En daarvoor moet aan 3 voorwaarden voldaan worden. Het hebben van goede leerkrachten, een goed schoolgebouw, schoolinfrastructuur, maar ook het hebben van goed schoolmateriaal. Niet geslaagd voor een doe-opdracht? Geen nood. De voorwaarden voor kwaliteitsvol onderwijs kunnen nog altijd afgekocht worden met EDUCO's. EDUCO's staan symbool voor het onderwijsgeld die vanuit de overheid wordt geleverd. Leerlingen kunnen EDUCO's winnen tijdens de battlefase. EDUQUALITY bevat enkele rondes. Deze rondes bestaan uit doe-activiteit, battlefase en investeringsfase. Het zal belangrijk zijn dat je nadien, na het spel, met je leerling voldoende tijd besteedt aan de nabespreking. Samen met de leerlingen nadenken over wat je net hebt geleerd.